Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. We staan weer in Polen om vuurwerk af te steken. We hebben een mooie tas met Poolse knallers. En die gaan we hier op deze locatie even afsteken voor jullie. Ik zou zeggen, zo meteen laten we even precies zien wat we hebben gehaald. We hebben een aantal leuke nitraten en andere knallers gehaald. En die gaan we hier natuurlijk zo meteen even voor jullie afsteken. Ik heb weer aanstekers van myplasma.nl. Vandaag besteld voor 5 uur, is morgen in huis. Check deze. Dit is de blauwe stick. Die is mooi, man. Ja, die gaat ook sowieso altijd snel. Vandaag gaan we afsteken met de Rainbow Stick. Volgens mij vinden jullie deze ook nice. Die is rainbow. Oplader zit hier. En dan kan je hem gewoon opladen. Dan heb je altijd gewoon een aansteker bij de hand. Kortingscode PYROTEAMDELFT voor 10%. Kortingscode PYROTEAMDELFT 2 voor tijdelijke korting. Waarschijnlijk 5 keer te gebruiken. Deze hebben we. De bom, dat is nummer 2. Oh nee, 4. Ja. Deze hebben we al vaker gehad. Grote vlinders. Maar het zijn goede knallers, man. Die hebben we vaker. Ik ben heel benieuwd. Ook in de kompjes. Ik kan het even zo 1, 2, 3 niet herinneren. Maar... Ja, ik heb hem vaker gehad. Deze, een siercakey. Gewoon leuk voor erbij. Big Bang van die Jorgen. Is wel overdag, maar s'avonds gaat het regenen, dus we moeten helaas wel. Inderdaad. Dumbum 5G. Die zijn echt heel goed. Ja. Althans, daar waren we echt van over verbaasd een paar jaar terug. Widowmaker 3. Zijn dat nou ook tot 3 grammers? Even checken. Dus dat 2,1 gewoon. Ik had 3. Kan jij het 1, 2, 3 zo zien? Nee, dan staat... Nou, goeie vraag. Maakt ook niet uit. Nee, nou, zo... We horen het vanzelf als ja, we afsteken. Precies. En hier, de laatste. Dit was jouw keuze. Super petarde. Ja, we wilden nog wat erbij nemen. Dus ik denk, ja. Van Triplex. Geen idee wat ze doen eigenlijk. Nee, maar dan hebben we al een keer gehad. Maar... Al met al hebben we dan een leuke stooksessie voor jullie weer. Binnenkort veel meer stooksessies, maar check deze. Leuke dingen om even te stoken. Cakey om te beginnen. 16 schoten volgens mij. Zit een reservelont. Dat kunnen we helaas niet. Oh, dat zetten we maar in lont. Nee, dat is makkelijk. 16 shots. Hopelijk valt hij niet om. Ja, dat is ook nog even wat inderdaad. Nou, iets zegt. Ik hoop dat je dat wel ziet. Ja, zo niet, dan is het gewoon een verluut, hoor. Mooie Freud. €6, hè? Dat is echt helemaal niks. Maar moet je die er ook zien, jongen? Deze gaan we even testen. Petarda bonbon. Best kijk dan. Dikke dingen dan. Altijd die stick zo houden. Zo, die zijn echt groot, man. Ik ben benieuwd. Is dat een gipsbom of niet? Ja, die zijn goeie, man. Die knalt hard, man. En goedkoop, hoor. Ja, 1,50 per stuk of zo. Oeh. Jezus, kijk die rook ook. Zo, ja, man. Hier moet je kijken, gek. Blijft goed hangen. Hier. Zoef. Wat een ding, jongen. Favorietjes. Knallen hard. Ik had deze ook in de compilatie een paar jaar geleden, man. Vol. Super petarda. Gaan denk ik niet heel hard, maar... We zullen zien. Niet zo hard als die... Ze zien er wel groot uit. Niet zo hard als die bum bum of die nee, bonbonvlinder. Verkeerd zijn ze niet. Weet je wat het is? Het dreunt hier ook goed door, hè? Sessie. Zo, dat schoot een goed stuk. Nog één.
Weer twee tegelijk. Kijk, ze hebben een vlammetje, hè? Ja, man. Dat was jouw keuze, man, deze. Oh ja. Goeie. Kijk hier ook, jongen, hoe dat blijft hangen, hè? Bizar. Maar echt, hè? Hey, het is droog. Deze? Widowmakers? Test toe. Oh, Slimbo. Nou, lekker gips erin. Ja, heerlijk. Gips vangen. Yes. Het is wel droog nu inderdaad. Zo, die gooi ik wel. Het gaat toch nog best hard, man. Zeker. Die was wat minder. Ja, maar die ging ploft in het gras. Volgende. Dichtbij, man. De rook blijft inderdaad goed hangen, gek. Nou, die klinkt dan zachter natuurlijk. Maakt niet uit. Alle mos weg. Ja. Gooi je nou? Oh, daar. Doe even eentje in die cake. Pas niet, man. Jawel, pas wel. Yes, die kant op. Zo, poeh. Soms gaan die lontjes echt gek, joh. Zo. Ik wil een stukje gips zien, gek. Goos. Ja? Ja, slecht, hè? Als dat op je hoofd komt. Dat is gevaarlijk, gek. Je oog vooral. Dumbum 5G. Oh ja, dat zijn de favorietjes. Een paar jaar geleden gehad. En die waren echt, ik dacht echt van toen ze nieuw waren, van dat was echt poep, weet je nog? Ja, ik weet wat leuks. Ja, dat niet dus. Lekker bezig, mis. Zo, ziek man. Die knalde goed uit elkaar. Ja, kijk hier, kijk hem liggen. Hier. Moet je kijken, jongens. 5G. Die steen ligt ook helemaal aan de kant. Zo. Hey, die hebben een rare dreun, man. Ja, man. Heel bizar. Ze zijn echt heel goed, deze. Ik ben benieuwd of jullie dat ook goed op beeld kunnen horen. Maar het is een bepaalde knal die anders is dan die andere hier dingen. Ook, jongens, dat er vanaf komt. Oh, puntje. Gooi goed. Nee, maakt niet uit. Het voordeel van deze is volgens mij wel dat er geen gips in zit. Ja, ze zijn heel goed afgewerkt, heel stevig. Veilig ook. Zover ik weet tenminste. Nederlands vuurwerk is wat dat betreft veel veel minder gevaar. Wat een dreun, jongen.
Hoppa. Ja, het hoort echt Jan. Ga stuk, man. Volgende.